Waarom zijn jongeren toch zo somber over de toekomst? Er gaat toch heel veel wel goed? Dat vroeg minister Dijkgraaf aan een zaal vol bezorgde studenten. Het antwoord op die vraag lijkt niet zo moeilijk. Mijn generatie groeit op met een angst voor de toekomst. Kunnen wij straks nog wel op deze aarde leven? We vragen ons ook af of we ooit in een eigen huis kunnen wonen. Wat onze studieschuld voor ons gaat betekenen. Ongelijkheid blijft groeien en we worden van klimaat en asiel naar woning- en energiecrisis geslingerd. De politiek die onze problemen moet oplossen, lijkt ondertussen meer versplinterd dan ooit. En ook in Nederland krijgt fascisme voeten aan de grond. Er lijkt dus genoeg reden te zijn voor somberheid. En de mentale gezondheid van jongeren daalt niet voor niks. Toch was de vraag van minister Dijkgraaf niet de juiste. In plaats van zich afvragen waarom jongeren de toekomst wantrouwen, zou hij zich moeten afvragen hoe hij jongeren kan helpen die nu keihard voor hun toekomst vechten. Want ons activisme is geen pessimistisch gezeur van een generatie die niet tegen een stootje kan. Het is juist hoop, het ultieme teken van vooruitgang. Wij hebben het goed genoeg om te vechten voor een toekomst die nog beter is. Een samenleving te bouwen waar iedereen veilig en vrij zichzelf kan zijn. De dingen die ons bezorgd maken zijn namelijk vaak geen onvermijdelijke feiten, maar keuzes, politieke keuzes van de afgelopen neoliberale kabinetten. We moeten ons weer gaan beseffen dat vrij zijn niet kan zonder gelijkwaardigheid. Je bent niet vrij als je niet mee kan doen. Daarom kunnen, moeten en gaan wij onze stem laten horen. Midden in de klimaatcrisis staat ons bestaansrecht op het spel. En die strijd valt niet los te zien van de strijd tegen het doorgeslagen kapitalisme, racisme, seksisme, validisme en de haat tegen de LHBTI+ gemeenschap. Vorige week lieten 1000 activisten dit geluid horen toen zij de A12 blokkeerden met de oproep om te stoppen met fossiele subsidies. Duizenden anderen stonden langs de kant en toonden hun solidariteit met het recht om vreedzaam te demonstreren en met de activisten. Ondertussen deelde GroenLinks hun voorstel om fossiele subsidies wettelijk af te schaffen. Want alleen samen lukt het om het tij te keren en echt iets te veranderen. Politiek is niet de vijand van het activisme. Ik ben wel klaar met discussies over wel of niet tomatensoep gooien. We moeten focussen op het doel dat we samen moeten bereiken. Wees activistisch, op je eigen manier. Of dit nu vastgeplakt aan een talkshowtafel, vastgeketend op de A12 of in de gemeenteraad is. We komen in ieder geval niet verder met de verbaasde vraag van minister Dijkgraaf, terwijl het antwoord zo luid en duidelijk voor hem staat. Luisteren naar jongeren betekent echt hun belangen meenemen. Maar ook vertegenwoordiging. Meebeslissen op de plekken waar de besluiten worden gemaakt over onze toekomst. En dan bedoel ik niet alleen jongeren zoals ik. Bij mij thuis ging het elke dag over politiek. Was het vanzelfsprekend dat ik meepraatte en kreeg ik die kans. Zoveel jongeren hebben die stem niet. Jongeren die letterlijk achter een gesloten deur leven in een vastgelopen jeugdzorgsysteem. Dakloze jongeren, waarvan er steeds meer zijn. Of jongeren bij wie er bijvoorbeeld door mentale gezondheid of geldproblemen helemaal geen ruimte is om na te denken over de toekomst of politiek. We maken pas een mooie toekomst voor iedereen als alle jongeren meedoen aan het bouwen van die toekomst. En dat begint met een politiek waar iedereen aan mee kan doen. Daarom moet een organisatie als Dwars divers en toegankelijk zijn. Bij ons is een rol voor iedereen, zodat het toekomstige GroenLinks ook voor iedereen is. Meebeslissen gebeurt natuurlijk ook in de provincies. Die provincies gaan de komende jaren een cruciale rol spelen als het gaat over stikstof, klimaat en bereikbaarheid. Daarom zijn wij zo trots op onze meer dan 45 provinciale statenkandidaten. En onze 3 fantastische lijsttrekkers, Lucas, Anouk en Jade. Durf voor de toekomst te kiezen. Kies voor een dwarser. Want ondanks alle zorgen heb ik wel zin in de toekomst. Omdat wij die samen gaan bouwen. Doen jullie met ons mee?